Spinale musculaire atrofie, SMA, is een erfelijke aandoening van het ruggenmerg. Patiënten met SMA hebben last van spierzwakte, waardoor problemen kunnen ontstaan bij het kruipen, lopen en bewegen van het hoofd. Daarnaast kunnen er complicaties ontstaan bij het ademhalen en het slikken. Het is belangrijk dat deze patiënten begeleid worden door een spierziekte-revalidatieteam. Deze video gaat over de fysiotherapeutische behandeling van kinderen met SMA. De klachten waarmee Noval is begonnen, dat was vooral in het begin waren dat luchtweginfecties en longontstekingen. We zagen dat ze het moeilijk kreeg om te kruipen. Haar beentjes sleepten zoals het ware echt achter zich aan. De belangrijkste klachten bij SMA zijn worden veroorzaakt door de parese van de spieren. En die zijn eigenlijk progressief. Omdat ze zelf niet bewegen en soms in een bepaalde voorkeurshouding liggen, kunnen heel snel verstijvingen, contracturen ontstaan. Noval heeft eigenlijk nooit gekropen en heeft nooit kunnen staan of kunnen draaien. Ook het optrekken aan een bank of aan een tafel, daar zag je dat ze het heel moeilijk vond om zichzelf gewoon weer helemaal op kniestand te brengen en zich daar ook vast te houden. Nou, de kinderfysiotherapeut in de eerste lijn heeft een aantal verschillende zaken te bieden aan kinderen met SMA en ouders. Het belangrijkste doel uiteindelijk is om kinderen met SMA zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Dus je hebt ook echt een eerste lijns kinderfysiotherapeut nodig die echt alle tips die vanuit expertisecentra of revalidatiecentra gegeven worden echt bij ouders aan huis introduceert. Voor SMA is nog geen genezing mogelijk. Als het gaat over behandeling, dan wil je de patiënt in een zo goed mogelijke conditie houden. En dat geldt zowel qua houding en beweging en het aanleren van motorische vaardigheden. Een belangrijk probleem is het bestrijden van contracturen. En vervolgens is het heel belangrijk dat als er infecties zijn, dat de patiënt zijn slijm kwijt kan. Bij kinderen die heel spierzwak zijn en die vrijwel niet zelfstandig kunnen bewegen, daar is het heel fijn vaak om bewogen te worden of om houdingswisseling te krijgen. En als je zelf geen enkele controle hebt over hoofd en romp en niet goed kunt slikken, dan is het heel belangrijk dat hoofd en romp goed ondersteund worden bij dragen, tillen, voeden, bij vervoeren. Dus ouders van jonge, slappe baby's die krijgen tips over hoe ze die situaties veilig kunnen doen. En voor kinderen die wat ouder zijn, daar ga je kijken naar goede zitvoorzieningen die het voor hen mogelijk maken om goed gesteund de armen vrij te hebben om te kunnen bewegen. En kinderen die nog meer kracht hebben, ja, daar ga je kijken van hoe kun je omrollen, hoe kun je gaan zitten, hoe kun je leren kruipen en hoe kun je leren staan en lopen. Als we kijken naar het kind met SMA op een jonge leeftijd die nog niet instrueerbaar is, zal het met name bestaan uit positionering in verschillende houdingen, gecombineerd met manuele compressietechnieken tijdens de uitademing om de hoeskracht te ondersteunen. Belangrijk hierbij is dat daar goede overdracht heeft plaatsgevonden vanuit de klinische behandelteams. Als we kijken naar de oudere kinderen, zou de hoeskracht vaak ondersteund worden met behulp van bijvoorbeeld een airstack ballon. Als eerste lijns kinderfysiotherapeut moet je eigenlijk denken aan een hulpmiddel. Als je het idee hebt dat de spierlengte, oftewel de contracturen, toenemen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de mogelijkheid om je enkel te kunnen buigen. Als je merkt dat een kind toenemende mate een spitsvoet ontwikkelt, dan is het zinvol om bijvoorbeeld de enkelvoetorthese in te gaan zetten. Maar ook als we zien dat een kind eigenlijk nog moeite heeft om zelfstandig te blijven staan, maar dat wel graag zou willen, is mogelijk een hulpmiddel net zinvol om het aan te schaffen, zodat een kind langer tijd kan blijven staan. Ouders kennen hun eigen kind het beste, hebben vaak via sociale media heel veel contact met patiënten met SMA en komen dus met heel veel ideeën over mogelijke behandeling. En daar kan je als kinderfysiotherapeut, denk ik, daar heel belangrijk dat je daarvoor open staat. Thuis doen we heel veel spelletjes, of het nou puzzeltjes maken is en dan verder wegreiken, bouwen, knutselen. We proberen haar overal op leuke manieren uit te dagen om haar grenzen op te zoeken. Wat wij zelf dan doen thuis ook nog aanvullend is, na iedere verschoningsbeurt doen we hem eigenlijk een beetje alles even masseren en even alles doorbewegen.
En alles doen wij wel speelsgewijs. En dat vindt hij zelf ook helemaal geweldig. Zij vindt het helemaal niet erg. Nou, kinderfysiotherapeuten die in de eerste lijn te maken krijgen met kinderen met SMA... kunnen ook contact opnemen met het SMA Expertise Centrum. Dat zit in het UMC Utrecht. In het Expertise Centrum, daar komen meer dan 100 kinderen met SMA. En jij hebt er misschien maar 1 of 2 in je praktijk. Dus doe het altijd in overleg met de behandelaars van het revalidatiecentrum of van het expertisecentrum, zodat je met elkaar opwerkt. Meestal zijn er ook nog andere therapeuten betrokken, zoals een ergotherapeut of een logopedist of een maatschappelijk werker. En het zou fijn zijn als je zoveel mogelijk met elkaar één beleid hebt. Dus zoek altijd contact met de behandelaars.